ook weer een review eigenlijk. En het is ook wel een klein beetje een soort... Het is zeg maar een review en een beetje voor jullie een first impression. Want ik weet het al, ik heb het al gebruikt. Maar het is even een soort hele goede tip, om het zo maar even te zeggen. Ik heb hier 5 producten van het merk Mediceuticals. Variant van shampoo tot treatment, spray en conditioner. Dus het zijn 5 producten. Dit zijn 5 producten die ik heb getest van Mediceuticals. Waar ik heel erg over te spreken ben. Er zijn nog veel meer producten. Die heb ik niet, maar deze heb ik wel. Ik ga eerst even wat vertellen over het merk en daarna behandel ik stuk voor stuk deze producten. Nou, hoe ben ik in aanraking gekomen met Mediceuticals? Mediceuticals is een medicinaal merk. Het is dus ook, het heeft ook producten voor bijvoorbeeld mensen met psoriasis, mensen met eczeem op het hoofd, mensen met roos, mensen die bijvoorbeeld kanker hebben gehad, die bijvoorbeeld heel erg haaruitval hebben. Die kunnen dus deze producten gebruiken om hun haar bijvoorbeeld weer mooi te laten groeien. Om bijvoorbeeld psoriasis wat minder heftig te maken. Maar ze hebben ook producten voor dames in de overgang, dames in de zwangerschap. Ook voor echte vethoofden. Dus echt als je in de puberteit zit, zoals wat ik een tijdje geleden had, dat ik echt een hele vette hoofdhuid had. Die heb je ook. Maar je hebt ook producten voor haarverbetering. En ik heb de lijn voor haarverbetering geprobeerd. En daar geef ik zo meteen mijn mening over. Maar allereerst, hoe ben ik nou aan het merk gekomen? Nou, ik heb natuurlijk een stage. Zoals, misschien wist u dat nog niet bij deze. Ik loop stage bij Boops op de Groenendaal in Rotterdam. En daar hebben zij best wel aardig wat merken uit mijn hoofd. Het is ook 12 merken wat ze daar verkopen. En ze werken dus ook onder andere met Mediceuticals. Er zijn ook stylingproducten van het merk. Die heb ik zelf eigenlijk, ben ik nog niet heel erg op ingegaan. Ik heb echt meer de shampoos, conditioners en treatments gezien en... gebruikt ook voor de klanten natuurlijk. En ik moet zeggen dat ik heel erg over te spreken ben. Een tijdje geleden hebben we vertegenwoordigers langs gehad van Mediceuticals. Die liet me eigenlijk wat meer erover vertellen, want ik kende het eigenlijk al. Ik heb ooit een keer een shampoo gebruikt voor vette hoofdhuid. Maar ik vond hem niet heel boeiend, als ik heel eerlijk ben. Ik had niet zoiets van, oké, het is echt veel minder en mijn haar ziet er nog veel beter uit. En dat heb ik nu wel. Dus ik heb een beetje het idee dat ik niet helemaal de goede producten gebruikt heb. Maar over deze producten ben ik echt super te spreken. Ik kan het eigenlijk iedereen aanraden. Daarom ga ik nu gewoon gelijk beginnen. Anders wordt het filmpje veel te lang. Het begon dat ik afgelopen kerst een setje kocht. Wat destijds was die 60 euro. Waar deze producten dus in zaten. Je kan ook wel zien dat ik het met veel liefde heb gebruikt. Ik begin met het eerste product. Dit is de Bio Cleanse. Ik zal jullie even laten zien dat hij dus tot hierop is. Ik hoop dat je het kan zien. Hij stond hier. Dit is een flesje van 180 ml. Ik heb ook een grote variant en ik ga zeker weten de grote kopen. De Bio Cleanse. Dit is eigenlijk de meest basic shampoo. Er staat dus voor normale hoofdhuid en haar. Het is een antioxidant shampoo. En hij behoort tot de haarverbeterende lijn, dus de groene lijn. En allereerst ruikt hij heel erg lekker. Echt een hele aanwezige eucalyptus en mintgeur. Dus dat is allereerst heel erg lekker. Maar hij maakt de hoofdhuid en het haar, vooral de hoofdhuid, heel erg goed schoon. Je hebt ook de Hydro Cleanse. Hydra of Hydro? Eén van de twee. De Hydro Cleanse volgens mij. Die is wat dikker en wat voedender. Dus echt wat meer voor de droge hoofdhuid. Maar ik met mijn vette hoofdhuid heb hier genoeg aan. Wat me allereerst opviel is dat de shampoo in het begin, als je dit gebruikt, je haar onwijs van in de klit gaat zitten. Dat je hier, ja, ik heb het gewoon 2 keer nodig om mee te wassen, maar als je zeg maar 1 keer haar mee was, dan merk je al dat het heel stug is op je hoofd. En niet dat die daadwerkelijk dus meer volume geeft daardoor, maar echt je haar heel goed schoonmaakt, waardoor je dus eigenlijk het een beetje in de knoop gaat zitten allemaal. En eerst dacht ik van ja, hallo, dat is niet de bedoeling van een shampoo. Dat is ook niet wat ik wil dat mijn haar in de klit zit. Maar goed, mijn hoofdhuid werd wel heel goed gereinigd. Ik heb veel meer last van de vette hoofdhuid en het ruikt ook heel erg lekker. Dus dat is eigenlijk de eerste ervaring met de Bio Cleanse. Nu gebruik ik hem nog steeds. Ik gebruik hem al vanaf de kerst. Ik ben er super over te spreken. Ik heb veel minder last van vette hoofdhuid. Ik kan eigenlijk veel langer met mijn haar doen dan voorheen. Normaal moest ik het eigenlijk gewoon bijna iedere dag wassen. Want dan was het gewoon heel erg vet. Ja, en ik vind de shampoo gewoon echt heel erg fijn. Ik kan er eigenlijk geen verkeerd woord over zeggen. Dus we gaan snel verder naar het volgende product. Het volgende product is de Final Finish. En dit is de redding van de Bio Cleanse. Je moet dit ook echt wel met z'n tweeën gebruiken, heeft de vertegenwoordiger ook gezegd. Want de Bio Cleanse zorgt inderdaad voor, want ik heb het daarna nog gevraagd, hoe kan het op mijn haar zo in de klit zit. Dat komt dus ook echt door de shampoo. Maar je moet hem daarom ook goed conditioneren. En dat doe ik met de Final Finish. Dit is een
natural acidifying rinds. Dus voor Healthy Hair Solution is de lijn. Dit is een heel zachte conditioner die mijn haar niet slap maakt. Want ik vind het verschrikkelijk. Want ik vind het persoonlijk verschrikkelijk op het moment dat ik een conditioner gebruik dat mijn haar heel erg slap wordt. Ik laat het ook echt gewoon even een tijdje intrekken. Ik borstel het wel even goed door. Dus op het moment dat ik deze conditioner in mijn haar doe, heb ik de andere producten die ik zo meteen ga zien al gebruikt. En daarna breng ik deze aan. Op het moment dat ik dat doe, doe ik het dus eigenlijk gewoon eerst in de langere lengte. Want ik ben hier natuurlijk, heb ik lang haar en hier heb ik kort haar. Dus eerst in de langere lengte breng ik het eigenlijk aan. Daarna pak ik gewoon mijn hele haar mee. Niet te veel op de hoofd uit, want dat blijft voor mij toch altijd een beetje risky. Maar ik ben er iets minder voorzichtig mee dan voorheen. Dan pak ik gewoon een borstel en borstel ik mijn haar. Laat ik het heel even intrekken. Doe ik even mijn body wassen. En dan spoel ik het uit en ben ik klaar. En deze zorgt er ook gewoon echt voor dat mijn haar daar niet meer in de klit zit. Als ik dan mijn haar ook kam daarna. Ik heb eigenlijk nergens last meer van. In het begin is het nog een beetje stroef met die bio cleanse, maar het wordt steeds makkelijker eigenlijk. En je merkt ook dat het je haar gewoon heel erg goed doet. Hele fijne, goede, verzorgende conditioner die mijn haarpunten niet uitdroogt. En ook niet slap maakt. Dan is dit Where the Magic Happens, om zo maar even te zeggen. Dit is de Numinox spray. Dit is de Follicle Revitalizer. Dus dit is eigenlijk echt om de haargroei te bevorderen. En nu zou je wel denken, een haargroeimiddel, waar heb jij dat in hemelsnaam voor nodig? Je prachtig haar. Nou, dat prachtig haar, dat is natuurlijk de mening van iedereen. Ik heb ook niet heel dun haar, maar het was een stuk dunner voorheen. Ik ga proberen om hier een foto bij te plaatsen. Ik heb namelijk, ik denk dat ik het nu bijna 2,5 maand gebruik. En wat mij nog opviel toen ik gesprekken met vertegenwoordigers over de producten voor de eerste keer. Zij zei tegen mij, hoe oud ben jij? Toen was ik nog 17. Toen zei ze van, jij hebt voor je leeftijd best wel een hele dunne voorcontour. En dan hoop ik dat je dat een beetje kan zien. Dit voelt ze bij mij heel erg aan de dunne kant. En ze zegt, als jij hier niks aan doet, dan wordt het steeds erger. Ze zegt, ik denk niet dat je wilt dat het op een gegeven moment heel dun wordt. Dat is eigenlijk ook de reden dat ik de producten ben gaan gebruiken. En voornamelijk dus ook de spray. Nu zijn we bijna 2,5 maand verder en binnen een maand merkte ik al heel erg veel verschil persoonlijk. Dat mijn haar veel mooier valt allereerst. Maar ook een stuk voller voelt en veel voller eerst. Het is nu wel getoupeerd, laten we wel gewoon eerlijk zijn. Hier achter op mijn kruinpartij zit toupage, maar dit is verder allemaal niet getoupeerd. En het ziet er ook gewoon goed uit, het ziet er stevig uit. Dus dit is eigenlijk gewoon niet getoupeerd en dit ziet er ook gewoon goed en stevig uit. En vooral de voorcontour ben ik ook heel erg tevreden over. Want die ziet er gewoon niet meer dun uit, zoals je ziet. Dus daar wil ik heel graag over te spreken. Hoe gebruik je dit nou? Want je zal wel denken, het is een spray. Dat klopt, het is een spray. Je doet hem op 3 plaatsen op het hoofd, 2 maal daags. Dus als ik het gebruik, ik ga het nu niet voordoen, maar ik laat het even zien, maar ik spuit niet, laat ik zo zeggen. Dus ik gebruik hem hier op mijn voorcontour, daar op mijn voorcontour en op mijn kruinpartij. Het loopt wel van je hoofd af, dus op het moment dat ik dat doe, dan doe ik altijd even mijn hoofd naar achteren, dat het gewoon naar achteren loopt. En je voelt dus ook, zeg maar, dit is de schedel, dat hij echt zo en zo over je hele hoofd loopt, waardoor eigenlijk ieder haarzakje gestimuleerd wordt. Maar hoe kan het nou dat dit zo goed werkt? Er zitten dus haarbevorderende en stimulerende middelen in om de haarzakjes wat dikker te maken, wat voller te maken. En ook een follicle revitalizer. Het zegt het eigenlijk al, om de haarfollikel wat dikker te maken. En wat me vooral heel erg opviel, op het moment dat je dit iets dicht op je huid doet, wordt je huid rood. En toen dacht ik in het begin van, nou dat is niet helemaal fijn, mijn huid wordt er dus geïrriteerd van. Later ook weer nagevraagd, net met de BioCleanse, het hoort erbij. Want het hoort ook niet op je huid, het hoort echt op de hoofdhuid. En daar gebeurt het ook niet, dan krijg ik geen rode plekken of zo. Maar dat komt omdat hier de bloedsomloop circuleert, waardoor je dus een soort van bloeduitstorting krijgt op je huid. Maar dat trekt bij de nood weer weg, want het gebeurt mij ook nog wel eens dat het hier een beetje rood is. Als je mijn make-up erop doet, dan is het eigenlijk alweer weg. Maar dit is echt magic. Serieus, dit kan ik echt iedereen aanraden. Dit is zo makkelijk in gebruik. Dit is zo goed spul. Dit is zo fucking zuinig. Serieus, sorry voor het scheldwoord, maar dit is echt super zuinig. Het is echt, where have you been all my life? Dan heb ik hier nog 2 producten die ik van een vriend van mij heb gekregen voor mijn verjaardag. Dit is de volume, dit is de strength. Dan zou je wel denken, nog meer producten? Je hebt een shampoo, je hebt een spray en een conditioner. Wat moet je nou met nog 2 flesjes? Dan is dit ook shampoo. Take your time, waiting, because het hoort er echt bij. En het werkt ook heel erg goed. Allereerst de volume. Dit is de Hair Volumizing Cuticle Treatment. Dit gebruik je dus heel vloeibaar spul. Echt heel vloeibaar. Dit gebruik je eigenlijk eenmaal op je hoofd uit. Dus bij je aanzetten van je haar wil je natuurlijk volume. Dus net als je gaat feunen,
gebeurt het ook op het moment dat je gewoon wakker wordt eigenlijk. Ja, dit zorgt er dus voor dat de haaraanzet net eventjes iets gestimuleerd wordt om wat voller te worden, wat meer omhoog te gaan staan op het moment dat je dit dus gebruikt. Hij maakt niet je haar schoon, hij maakt er een treatment van. Dus als ik dit gebruik, pomp ik een paar pompjes op mijn hand, gewoon goed door mijn handen heen en dan pak ik echt alleen maar mijn hoofdhuid of mijn haar. Dus dit laat ik allemaal met rust. Want daarvoor gebruik je dus de strength. Dat mijn haar gedaan, gewoon heel goed doormasseren. Het ruikt ook wat warmer van geur. En het voelt ook heel erg lekker, want het, is een, het voelt als een soort shampoo, om zo te zeggen. De strength daarentegen is iets minder zuinig gebruikt. Dit is nog veel vloeibaarder. Ik denk niet dat ik het kan zien, dat ik het kan laten zien, maar het is echt ubervloeibaar. En dit gebruik je eigenlijk in je punten. En daarna doe ik dus de conditioner. Maar spoel dit goed uit, want anders dan krijg je bijvoorbeeld last van je hoofd en irritatie. Dus je moet altijd alles goed uitspoelen. Op het moment dat ik daarna mijn conditioner heb gedaan, is mijn haar super zacht. Dan is het nog nat en dan droog ik het eigenlijk alleen met een mousse, want ik doe een klein beetje mousse in mijn haar. Voor het droog het gewoon, dan is het super glad, super glanzend en het voelt heerlijk. Ik heb mijn haar gisteren gewassen. En je ziet nu nog steeds hoe zacht en glanzend het eruit ziet. Mijn haar heeft echt een prachtige glans. En het zijn echt super goede producten om in ieder geval ervoor te zorgen dat je haar gewoon er prachtig uitziet. Prachtig glans, mooi vol eruit ziet. Mijn haar ziet er gewoon super gezond uit. Terwijl ik een tijdje geleden gewoon echt mijn haar niet kon uitstaan. Zo verschrikkelijk dat het eruit zag. Mijn haar sloeg helemaal dubbel qua kleur. Dat ik daardoor ook veel donkerder haar heb dan wat eigenlijk de bedoeling was. Nu ben ik heel blij mee, maar op dat moment schrok ik daar heel erg van. Mijn haar is veel beter in conditie. Veel voller, veel dikker. Het ziet er veel beter uit. En dat heb ik echt te danken aan deze schatjes. Ik heb dus de Volume & Strength nog maar wat korter in gebruikt. De rest gebruik ik al vanaf de kerst. Maar ik ben hier echt love this. Ik ben echt heel erg blij met deze producten. En ik wil ze ook echt niet meer kwijt. Ik ga denk ik gewoon alles opnieuw kopen. De Numinox is nog lang niet op. Die is echt tot hier nog maar. Maar de BioCleanse bijvoorbeeld is echt wel bijna aan zijn einde. Die zit ook echt wel over de helft heen. Dus die ga ik binnenkort zeker in het groot kopen. Was dit in ieder geval het filmpje wat ik wilde maken over deze prachtige producten van MediCeuticals. Ik heb je in ieder geval een beetje kennis laten maken met het merk. Ik denk dat ik binnenkort ook nog wel een keer misschien wat styling producten wil proberen. Want die zijn ook wat meer geschikt voor de wat huid die bijvoorbeeld heel erg slecht tegen styling kan, tegen shampoo kan. Dus eigenlijk hele overgevoelige huid moet daar ook tegen kunnen. Het zijn eigenlijk gewoon hele fijne zachte producten voor je haar. En ze zijn natuurlijk wat duurder, want het zijn kappersproducten. Maar als jullie de prijzen willen zien, dan kan ik dat denk ik wel even in de beschrijving zetten. Ik zal jullie ook even linken naar een site waar je ze kan kopen. En ik zal de site van MediCeuticals zelf erbij zetten, zodat je een beetje kan zien wat het merk precies inhoudt. Ik ben heel erg tevreden over dit merk en ik hoop dat jullie het allemaal ook heel graag gaan proberen. Je kan het dus onder andere kopen bij ons in de salon, maar je kan vast wel even googlen waar je het allemaal nog meer kan kopen. In welke salons of op internet. Wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je vindt dat deze producten er ook super goed uitzien en wat ik over verteld heb. En dat je ook vindt dat mijn haar er veel beter uitziet dan voorheen. En dan wil ik echt heel bedanken voor het kijken en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!